Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 1250 punten in de Game of Sharpshooter. Vorige aflevering had natuurlijk ook weer de 1250 likes. Daarom vandaag voor jullie in deze nieuwe aflevering. Mocht je meer willen zien van deze serie en mocht je willen dat ik hem eindelijk een keertje haal, geef dan even deze video even een duimpje omhoog natuurlijk, want dan komt er over 2 à 3 dagen weer een nieuwe aflevering online. Maar, we spelen het maar breed. Ik begin met de 5-7 met de Reflex Sight in mijn handen en wat iemand op de vorige video als tip gaf, dat vond ik heel erg chill, was Jan, probeer niet voor de 1250... What the fuck, jongens? Probeer niet voor de 1250 punten te spelen, maar probeer voor de nuclear te spelen. Want als jij de nuclear haalt, dat zijn er 30 kills in totaal die je achter elkaar moet maken zonder dood te gaan. Dan haal je automatisch dubbele punten. Dan haal je automatisch dus gewoon 20 punten per kill. En dan haal je automatisch 30 keer 20 ongeveer. Dit is al 600 punten zoiets. Dus dan gaat het natuurlijk heel erg snel als je gaat voor de 1250 punten. Dus ik speel gewoon nu voor de nuclear. Ik speel niet voor de punten. En als ik de nuclear haal, dan heb ik dus automatisch echt al iets van 700-800 punten binnen of zo. Dus dat is natuurlijk iets wat heel erg handig is. Maar er spant er hier nog een achter me. Maar het andere wapen komt eraan. Oh my god. Oh jongens, wat een geluk toch weer. Nee. Daar was ik even bijna dood, maar we zijn nog niet dood. NPC met quick draw erop is dit wat we nu in onze handen hebben. Dus er staat er hier eentje dom te schieten. Hé hey, maat, ga je altijd glas kapot schieten, joh? Denk je dat het glas dat leuk vindt of zo? Komt er een aan hier? Dank u wel. Ah, als je niks te doen hebt, ja, dan ga je het glas lekker kapot schieten, joh. Hier, nu gaat hij in de lucht schieten. Oh shit. Ah, oh, tieten, man. Die had ik even over het hoofd gezien. Maar je ziet het nu. We hebben nu al 250 punten. Dus we zitten al op 1-5 op dit moment. Dus we moeten gewoon dit tempo blijven vasthouden. Want als we dit tempo kunnen blijven vasthouden, dan komt het hier echt goed in, man. Komt er nu eentje in mijn rug. Kom dan. Het glitch stairs is dat. Dan moet je opletten. Want die stairs, als er iemand onderaan de stairs staat en jij staat bovenaan, dan kan die je gewoon killen. Dus dat is natuurlijk iets waar je wel goed op moet letten. Kut. Are you kidding me? Fucking. Nee, lul! Ah, oh, springt hij van high ground. Wat doet die fan, man? Eerst zit hij in de lucht te schieten. Dan zit hij glas kapot te schieten. Dan springt hij van high ground, die dildo. En dan krijgen we een fucking ballistic knife in onze handen. Dat vind ik nou net niet leuk. Want ik kan er niet mee omgaan. Oh my god! What? Wie zag dat? Wie zag dat? Even serieus. Dat was een multikill met een ballistic knife knijfje. Dit meen je niet. Dit was één epische kill. Ik zweer het je. Oh my god. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oh my god. What the fuck, dat was gewoon een multikill, hè? En we gaan beest met dit kutwapentje. Hier, kijk ons gaan. Kom op, ik moet kills hebben. We staan allemaal in de kitchen, maar over 6 seconden komt er natuurlijk weer een ander wapen in onze handen. Dus daar moeten we ook goed op letten. En holy shit, we gaan echt beest met dit ding, man. Oké, ander wapen, kijk uit. Ik wil die kill. Dankjewel, en dan wil ik die kill ook. Wacht, even hier gaan liggen, want er komt er ook nog een via de pillars. Dus, oh nee. Teammate, help me. Dankjewel. Het is geen teammate. Waarom zeg ik nou weer teammate? Dat zeg ik altijd in die free-for-all game. Nou, maakt niet uit. Dat was een enemy. Jullie snappen hem wel natuurlijk. En oh, die head glitches. Iedereen maakt er gebruik van, hoor. Ik zelf zit ook de head glitchen. Maar het is irritant als net een hoedje of zo uitsteekt van hun personage, weet je wel. Want dan kan je net zijn petjes zien of zo. En meer zie je ook niet. Dus dat is een beetje irritant in dit spel. Maar dat is Black Ops 2. Zo makkelijk is het. Want achter elk muurtje zit een head glitch. Achter elk plantje zit een head glitch. En we hebben pas 500 punten, man. Kom op, ik moet meer punten hebben. Dat is mijn kill. Dan loopt er hier nog een achter me. Oh, wat de fuck ben jij nou weer aan het doen? Die gaat basketballen. Hé, hey, lul, blijf van mijn basketbal af. Oh shit. Hé, hey, kom hier. Hij komt sowieso terug, die vent. Maar ik weet nu niet meer waar die is. Komt er hier eentje door de money room? Oh nee! Oh, die head glitch! Ik heb het er net over! dat is toch perfect, man. En hij gaat niet weer van high ground springen. Niet doen. Dankjewel. Ah, oh, die vent, die weet echt niet wat hij aan het doen is. Bomber Jabol. Die zit alleen maar dingen kapot te schieten. En die springt even van high ground. Dus ik weet niet wat die vent precies aan het doen is. Maar kom op, waarom krijgen we nou weer van die poepwapentjes? Ik moet kills krijgen, jongens. Oké, nu is die headglitch van mij. Kom hier, headglitch. Headglitch. Oh, wat? Dat meen je niet, man. Net stond hij erachter, kan ik hem niet killen. Nu sta ik erachter. En dan kan hij mij wel killen. Tuurlijk, joh. Oh my god. Dit gaat leuk worden, want hij zit in een tyfus kamertje. En oh shit. Uh-oh, ik ben zo hard een lul. Ja, dit zijn echt van die kutdeads, jongen. Daar kan je niks aan doen. En dan krijgen we weer een small in onze handen. Gaat het game nog eens laggen, waar ik helemaal niks aan kan doen. En dat zijn van die poepdeads, dat wil je gewoon niet krijgen. Die voor je, maat. Oh, wat? Een hitmarker? Wat? Die was op zijn bakkers, jongen. Kom hier. Weer een hitmarker. Wat is dit? Nee, niet weer van high ground springen. Je gaat het niet nog een keer doen. Je gaat het... Oh my god. Die vet. Het is... Oh shit, kijk die lek. Ah, kom op, jongens. Ah, oh, we begonnen zo goed, hè. We hebben gewoon... Ah, oh, man.
Dat is altijd zo. Dan begin je zo goed en dan krijg je zo'n kutwapen in je handen. Waarom krijgen we smal? Geef me... Hier, M8. Dat is mijn wapen. Kom op. Hier, 1 kill. Hier, geef me nog 1 kill. Hier, door de muren heen. Huppatee, 2 kills. In mijn rug. We hebben nog 4 bursts. Huppatee, 3 kills. Dit is mijn wapen, jongens. Huppatee, nog 1 kill. Komt er nog eentje in mijn rug hier, ook. Huppatee, nog 1 kill. Let's go. Zo moet het gaan. Sneller. Tempo erin bouwen. Dit is het allerlaatste wapen. 40 punten per kill. We zitten op 740. Kom op. Kills nu krijgen. Kills nu krijgen. 40 punten per kill. 40 punten per kill. Geef mij die kills. Gun mij die kills. Kom op. Kom op, kom op, kom op. 820 punten. Holy shit. We gaan hem misschien nog wel halen ook. Jij staat hier een beetje mijn goden te doen. Ik kan je niet killen, jammer genoeg. Jij komt in mijn rug. Dat vind ik niet aardig. En mijn goh, kom eens hier. Dankjewel. 40 punten erbij. Kom op, kom op, kom op. 900. Oh mijn god. 940. Ah, kut. Er spant hier niemand meer. Ja, nu zijn we klaar. Ah, jammer man. Dat bedoel ik dus. Hè. Hier, we hebben 830 dubbele scores. Dus dat is echt heel erg veel. En in totaal 940 punten. Als wij die klote smal niet hadden gekregen. En die klote K40 Akimo niet hadden gekregen. Hadden we de 1250 punten weer gehaald. En dat gebeurt elke keer weer opnieuw. Dat we van die poepwapens krijgen. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat ligt natuurlijk aan sharpshooten. Want je krijgt random wapens. En het kan elk wapen zijn als je een kutwapen krijgt. Dan kan dat natuurlijk ook. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken, mensen. Voor de nuclear spelers. Een hele handige tip. Dus bedankt voor de persoon die dat in de comments had neergezet. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.